En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 13 september. Gedurende de avond en nacht blijft het overwegend droog, waarbij ten noordoosten van het land het lokaal winderig zal zijn met windstoten. Aan het eind van de nacht ontwikkelt plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, woensdag 13 september, zal het droog weerbeeld een dominante rol vervullen. In de late middag mogelijk een lichte bui, soms met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur. Ten noordwesten van het land is er kans op enkele kortstondige matige onweersbuien.